Maximaal verstappen baalt ervan dat hij er zaterdag bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico net niet in slaagde om voor het eerst in zijn loopbaan polenpositie te pakken, maar ziet genoeg kansen voor de race van zondag. De 20-jarige coureur van Red Bull Racing leek in 1.16,574 lang op de snelste tijd af te stevenen, maar moest uiteindelijk nip zijn meerdere erkennen in Ferrari rijder Sebastian Vettel, die 1.16,488 klokte. Eigenlijk ging de hele kwalificatie heel goed. Behalve Q3, dat is jammer. Maar er zijn genoeg mogelijkheden voor zondag. Zij verstappen voor de camera van Zero Sport. Het circuit ligt me wel. Het is niet de meest uitdagende baan doordat het heel glad is en de banden altijd te koud zijn. Maar dat is voor iedereen hetzelfde. Bij polenposition was verstappen zowel de eerste Nederlander als de jongste Formule 1 coureur rood geweest die bij een race vanaf de voorste positie zou vertrekken. Straf. Verstappen werd uren na de kwalificatie vrijgesproken van een straf. Hij zou Mercedes dus coureur van 3 hebben gehinderd. Maar de Stewards besloten er niets mee te doen. Ik heb niemand opgehouden. Als hij zich verdemt, is dat niet mijn probleem. Zij verstappen zelf al na de race. Zondag is de race om 20 uur. Vorig jaar ging de winst naar Hamilton. Verstappen eindigde destijds aanvankelijk op het podium, maar werd na de race. Net als vorige week bij de Grand Prix in de Verenigde Staten, teruggezet van de derde naar de vierde plaats, drievoudig wereldkampioen Hamilton moet bij de eerste vijf eindigen om concurrent Vettel in de WK-stand op een onoverbrugbare achterstand te zetten zich te verzekeren van een nieuwe wereldtitel.